Vandaag is een bijzonder moment. De eerste paal van het bezoekerspaviljoen Duivenvoorde is de grond ingegaan. En dat is heel erg belangrijk. Je vraagt je af waarom je viert dat moment van de eerste paal. Want eigenlijk, je ziet er later niks meer van. En het gebouw is nog helemaal niet te zien. Maar toch laat het iets zien van dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de fundamenten van waar je mee bezig bent. Dat is voor het bezoekerspaviljoen zo. En dat geldt ook voor Duivenvoorde. Het bezoekerspaviljoen Duivenvoorde is voor Duivenvoorde een van de fundamenten waarop wij denken dat Duivenvoorde de toekomst tegemoet kan gaan.